akkerbouwers Remco Westdorp, Martijn Groenendijk en melkveehouder Hubert Groeneveld gaan naast hun bestaande bedrijven met z'n drieën aan de slag. Dat doen ze op de 69 hectare grootte van Pallandpolder, ten noorden van Middelharnis in Zuid-Holland. In het project Proeftuin van Pallandpolder gaan de akkerbouwers en de melkveehouder bezig met strokenteelt en kringlooplandbouw. Voorafgaand aan het eerste seizoen is 11 hectare sleufloos gedraineerd. De oude drains uit de jaren 90 en de jaren 60 van de vorige eeuw waren versleten. De nieuwe drains liggen nu op onderlinge afstand van 10 meter. Dwars over het perceel loopt een kabel. Met een hydraulisch gravertje wordt die vrijgegraven. Om de kabel te passeren wordt het draineren even onderbroken, waarna de drainbuis weer aan elkaar wordt gekoppeld. De drainage van de polder is nu op orde. De rest was in 2015 nog gedraineerd. Inmiddels is begonnen met zaaien en poten. Het bouwplan wordt redelijk extensief. 22 hectare aardappelen, plantuien en witlofpennen. De overige 47 hectare zijn maaigewassen en natuurstroken.